क्लाउड टीवी, क्लाउड टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है, पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सूरीनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर, इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, क्लाउड टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का, एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लाउड टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारीख नंबर है 0081 6 85 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19, तारीख नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए। Dit was de tweede van het jaar, de pop-up voedselbank van de Stichting Amor Fide. We zijn er vorig jaar mee begonnen en we gaan er tot nu toe mee verder. Deze voedselbank, dus van de vorige, de eerste van het jaar deze, en nog de volgende die eraan zit te komen, dat zal op Lelydorp zijn, zijn mogelijk gemaakt door Fernandes Botteling. Die hadden een donatie gedaan door de Christmas Caravan ten behoeve van de voedselbank. Mensen niet stoten, iedereen komt aan de beurt. Wel achter de tafel hoor, mensen. Mensen, meneer, kunt u achter de tafel gaan. Mevrouw, is daar iets, dan kunt u alle andere mensen ook in de gelegenheid komen. Wat ook opviel was dat die kleren heel snel weg waren. Die kleren gaan heel snel. Elke keer, dat merken we elke week. We kregen elke week wel van mensen tweedehandse kleding. En er zit ook wel hele goede nieuwe kleren soms ertussen. En dat bleek heel snel weg te gaan. Het is altijd een drukte. Vandaag is het heel erg snel gegaan. Volgens mij kwamen die kleren binnen 10 minuten waren ze weg. Alsjeblieft. Mevrouw, dat is een lange broek. Lange broek. Ja. Zijn vrouw is al eerder geweest op een ander adres. En het is één pakket per adres. Die meneer van zo net, ne? Jawel. Is hij de eerste borrelmang van vandaag, om het zo te zeggen? Nee, er zijn een paar geweest. Er waren heel veel borrelmangs en borrelvrouwen. Ja, dus als je vorige week al bent geweest, dan pop je automatisch op in het systeem als je bij de registratietafel bent. En dan gaan we je niet meer helpen. Het ging om 4 mensen die op 1 adres blijven. En onze regel is dat we 1 pakket per adres geven. Dus vandaar dat we de anderen niet hebben kunnen helpen. Dus ik denk dat we een beetje een ander systeem gaan toepassen. Zodat het delen van het pakket ook sneller gaat. En dan heb je ook geen borrelmangs. Hou dit. Hou mijn ID en dit. Kijk, dit kan je houden.
Neem dit tweede. Dat doe ik met die burger. Neem dit tweede. Hoeveel hebben jullie vandaag verdeeld? Vandaag hebben we 120 kunnen delen. Fernandez, de donatie van Fernandez is staat garant voor 100 pakketten. Dus die 100 zijn er sowieso elke week. 98, 99, 100. Maar ook de vorige keer was er een andere sponsor, dat is mevrouw Charita Albu. Die heeft er toen voor gezorgd dat er 65 andere pakketten waren. Deze keer heeft ze ook voor 20 andere pakketten gezorgd. Dus we hebben vandaag 120 pakketten kunnen geven. Er staat een man te schelden daar. Hij heeft geen pakket gekregen. Hij is een van de zoveel. Er zijn dus blijkbaar niet genoeg pakketten. Het gaat nooit genoeg zijn. Toen we de vorige hadden, hadden we 165 en dan nog was er een grote groep. Maar kijk, je kan niet voorbij gaan aan de mensen die hier vanaf 8 uur 's morgens staan en een nummer hebben. Die gaan dus eerst een pakket krijgen. We maken dat ook bekend nu van er worden vooraf nummers verdeeld. Als je om, zeg maar, een half uur voordat we gaan sluiten komt, gaan we je niet meer kunnen helpen.